Kunst spreekt met ons. In de Amerikaanse ambassade hebben we kunst van zowel Surinaamse als Amerikaanse kunstenaars. Het toont aan hoe de culturen in Suriname en Amerika vergelijkbaar en onderscheidend zijn. Woorden van de ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, gisteravond tijdens de viering van de 60ste verjaardag van het Art in Embassies programma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Genodigden kregen een rondleiding in de Amerikaanse ambassade aan de Kristalstraat om de kunstwerken te bezichtigen. Ambassadeur Foucher zegt sinds zijn aantreden vele verzoeken te hebben gehad om de kunstwerken in de ambassade te bezichtigen. De kunstwerken van de Amerikaanse en Surinaamse kunstenaars benadrukken de cruciale rol van kunst bij het bevorderen van de diplomatie. Daarnaast zegt Foucher dat door middel van de kunstwerken in de ambassade de diepte en breedte van het artistieke erfgoed en de waarden van Suriname en de Verenigde Staten worden gevierd. Het Arts and Embassy programma viert dit jaar een bigge jaar. 60 jaar geleden creëerde president John F. Kennedy the Office of Arts and Embassies. Dit gebeurde midden in een koude oorlog toen president Kennedy de Amerikaanse ambassades inschakelde om te fungeren als ramen waardoor mensen uit andere landen kunstwerken uit Amerika konden bekijken. Sinds 2000 heeft het Arts and Embassy programma permanent collecties over de hele wereld aangekocht. Deze bevatten zowel kunstwerken van het gastland als kunstwerken van Amerikaanse kunstenaren. En dit zien wij bijvoorbeeld op deze ambassade. Elke collectie dient als een brug, waarbij de banden tussen Amerika en lokale culturen worden gevierd. De Surinaamse kunstenaar Diraj Ramsamuch gaf aan dat kunst gemeenschappen bij elkaar brengt. De kunstcollectie in de ambassade is naar zijn interpretatie afgestemd op de Surinaamse maatschappij. Door de jaren heen zijn er vele cultuurgroepen naar Suriname gekomen, waardoor hier de maatschappij veranderd is naar een dynamische multiculturele samenleving, oftewel een à la Condré maatschappij. Power of Diversity, een kunstwerk van René Tosari, dat werkt is vlak hier. Een gigantische schilderij. Dit is een mooi voorbeeld waar de dynamiek die leeft in de Surinaamse maatschappij wordt uitgebeeld. Ambassadeur Foucher benadrukte dat de avond draaide om een essentieel onderdeel van diplomatie, namelijk het delen van de mooie aspecten van de twee culturen om verbinding te zoeken en in dialoog te treden met elkaar.